Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En dit keer zijn we bij aflevering 67 alweer aangekomen. En we spelen nog steeds in ons prachtige park Disney Unique. En ik heb natuurlijk wat comments gelezen. En daarop ga ik natuurlijk handelen, hanteren wil ik daarop. Ik wil de actie ondernemen in Disney Unique. Want jullie konden stemmen op bepaalde... Jullie kunnen altijd stemmen van wat willen jullie graag in het park zien. Wat willen jullie, wat missen jullie. En ik begreep dus dat er inderdaad... En ik was het daar zelf ook mee eens hoor. Het is niet zo van jullie zeggen iets en ik doe het gelijk. Ik moet het er wel mee eens zijn natuurlijk. En ja, want anders ben ik elke week dingen aan het veranderen. Dan gaat die achtbaan weer weg en dan komt er daar weer eentje bij. Maar er missen attracties in het park. Er zijn voornamelijk grote attracties, maar er missen kleine flat rides. Dus wat we gaan doen, we gaan flat rides neerzetten. En ik ga bijvoorbeeld eentje neerzetten die echt helemaal niet in het park staat. En ik schaam me diep. Ik schaam me hard. En ik ga hem erbij pakken en ik denk als jullie hem zien, dat jullie denken van Vincent, je hebt helemaal gelijk. Hoe kan je het nou... zo ver zijn met je park en niet eens die attractie erin hebben. En hij staat hier waarschijnlijk tussen. De kans is groot dat de attractie hierbij staat. Hebben jullie hem gezien? Nee? Dan gaan we het nog een keer doen. We gaan gewoon heel langzaam omhoog en dan gaan we kijken of jullie de attractie erbij zien staan. En ik geef jullie nog één kans om hem te zoeken. Hebben jullie hem ertussen gezien? Nee, dat klopt, want hij stond hier ook niet tussen. Ja, nee, ik... Sorry, we gaan het wat serieuzer aanpakken. Want ik zat ook verkeerd bij het verkeerde tabblad. Ik moet even kijken naar deze. Want volgens mij staat hij hier wel bij. En het is natuurlijk deze. Ja, jullie stiekem wisten jullie het wel. Dat het natuurlijk de draaimolen was die ik nergens heb staan in mijn pretpark. Ik meen het serieus. En mensen zitten helemaal... En die gaan nu alle afleveringen terugkrijgen. Vincent, dit meen je niet. Dit meen je echt niet. Ik meen het echt serieus. Ik heb deze... draaimolen nergens staan in mijn park. En ik schaam me echt keihard. Ik weet het. Het is slecht. Het is... Maar ja, ik kan er nu ook niks aan doen, zeg maar. Ik ga hem gewoon plaatsen en we gaan gewoon het een mooie plek geven. Zo niet dan toch. Ik ga die boom helemaal weghalen. Ik ga kijken. Kan ik hem hier plaatsen? Want er staat wel een paal daar zo. Dus ik denk dat we hem wel een beetje moeten opschuiven. En ik denk dat we hem hier kunnen plaatsen. Nou, als we dat zeggen van oké, we plaatsen hier de draaimolen. Kijk, nou wat het belangrijkste is wat we gaan doen is natuurlijk ruimte maken om dadelijk de wachtrij te maken. Zowel de ingang als de uitgang. Nou, we hebben natuurlijk een prachtige ingang nodig, maar ook een prachtige uitgang. Dus we gaan even kijken waar hebben we plek om een uitgang te plaatsen en een ingang. Nou, ik denk dat ik hier de uitgang plaats en dat we hier de ingang en uitgang andersom. Dus ik ga hier even een pad maken en dat pad moet hier recht lopen natuurlijk. Logisch, anders een pad loopt meestal recht, maar ja, het kan ook schuin natuurlijk. Maar je kiest ervoor om het hier recht te laten lopen. Dus wat ik ga doen, is even wat dingetjes weghalen, wat bloemetjes. En zoals je ziet moet ik heel aardig wat dingen weghalen. En die mensen kijken ook, zie je? Ze kijken ook hoe ik die attractie neerzet hier. En ze zijn eigenlijk stiekem heel erg blij dat ik dit neerzet. Ik doe hem even pauzeren. Zo, want ik word een beetje gek van al die karretjes om me heen, al dat gezeik om me heen, dat geschreeuw van die mensen. Is natuurlijk positief, want het blijkt dus dat ze wel in een achtbaan zitten. En daar hou ik wel van, want daar heb ik het wel voor gebouwd, weet je. En ik ga deze bloemen weghalen. Dat zijn verschillende kleuren, zoals je ziet. Het zijn bosjes, het zijn paarse bloemetjes, het zijn struikjes. En dat oogt wel leuk, dat het zo ernaast zit, zo. Nou, dan gaan we natuurlijk het pad eventjes laten aanleggen. En dat doe ik met heel veel moeite. Ach, jongens, mijn vinger... Ja, ik moet nou niet te veel gaan doen, want dit is echt verschrikkelijk. Ik voel het nou nog, joh. ik ben wel wat serieus, jongens en meisjes. Ik ga wel even verder met bouwen. En we gaan eens eventjes kijken hoe wij een leuke ingang kunnen maken van deze attractie. Want ik kan hem namelijk hier onderdoor laten gaan, langs die paal. Maar ik zou hem ook aan deze kant kunnen laten gaan. En dat is hier meer gericht. Ik denk dat dat wel leuker is als we hier de ingang maken van die attractie. Even kijken hoor. Zullen we even dit weghalen, zo. En dan gaat hij er doorheen. Dus dan is het als het goed is op deze manier gekoppeld. Dan moet ik dit weghalen. En als het goed is, als ik goed kijk, dan zou dat in principe de carouselingang kunnen zijn. Ja hoor. Lang leven de carousel. Je ziet niet eens dat het een carousel is, maar deze is al mooi gethematiseerd. Dan hebben we dit nog een keer kunnen gebruiken, zowel voor de ingang als de carousel. Als, ik vind het hier nog wel een beetje kaal, vind je niet? Ja, dan kijk, het oogt nog een beetje kaal. En ik vind ook die hekjes hier mogen weghalen, het mag hier wat opener worden, zo. Dus ik haal die hekjes daar aan de zijkant weg.
En ik haal ze hier ook maar weg, want ik vind dat dit open mag staan. Zo. En dan, hier aan de zijkant vind ik het ook niet mooi te staan. Dus dan haal ik het daar ook gewoon weg. Dat je gewoon die zijkant mooi ziet van dat gebouw. Want dat gebouw mag er wezen. Dat gebouw ziet er zeker niet verkeerd uit. Huppakee. Dan hebben wij in ieder geval wel iets gethematiseerd. We kunnen het nog aanpakken door, de ingang te veranderen. Maar daar wil ik liever zelf iets van maken. Dat is altijd beter als je zelf iets maakt. Dus we gaan deze even een beetje kleuren. Een beetje kleuren. Gewoon een beetje alsof je een potlood pakt en je gaat hem inkleuren. Nou, ik ga even kijken hoe leuke stippen geven. We geven misschien rode stippen. Even kijken hoe dat oogt. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Sowieso, die carousel ziet er altijd heel leuk uit. Ik denk dat we hem alvast gaan openen. Want hoe sneller we dingen openen, hoe beter het is voor ons park. Want we moeten in ieder geval vooruit gaan. Hè? We moeten. Ik ga trouwens het pad ook even kleuren. Een beetje vrolijke kleuren. Misschien dat we... Rood staat niet zo heel erg mooi. Ik denk dat we grijs nemen. Maar grijs staat ook lelijk. Nou, het staat niet lelijk, maar het kleurt niet zo mooi. En dan kies ik daarvoor rood met... Kijk, dit oogt al wat leuker. Dit oogt zeker apart. We gaan dit openen. Hoe sneller, wat ik zei, inderdaad, hoe beter dat mensen inderdaad naar een flatride gaan. Dus onze eerste flatride attractie, volgens mij uit mijn hoofd, staat nu in het park. En dat is die fantastische draaimolen die we wel een klein beetje moeten aankleden. Want ik kan hem niet zo erbij laten staan. Ik vind, een attractie moet je sowieso altijd een beetje aankleden. Want anders ga je dingen voor de helft afronden. En dan, ja, dat gaat er niet mooier op zien, denk ik. Daar ben ik bang voor dat het er niet mooier op gaat zien. Nou, laten we eerst de petkoffers gebruiken van Brei. En laten we die eens eventjes kleuren hier zo. Dus laat ik dat ondergrondje ook gelijk meenemen. Van de ondergrond van de carousel. En het midden hoef ik niet mee te nemen, want dat is niet echt zichtbaar. Ik zou het kunnen doen, natuurlijk een perfectionist zou het doen. Maar ik skip dat even en ik ga dat gewoon lekker niet doen. De ingang kunnen we ook die kleur maken. Maar ik denk dat het leuker is als we het misschien wel op een... Nou, het zou kunnen, maar ik vind dat die kleuren wel wat hebben, joh. Nou, en ik vind sowieso dat deze draaimolen wel heel hard gaat. Kunnen we dat nog instellen? Even kijken, kunnen we een capaciteit selecteren? Of in ieder geval dat die zoveel rondes gaat per keer? Even kijken hoor. Aantal circuits. 1. Nou, dat vind ik tot nu toe wel goed. Ik ben benieuwd. Er komt ook een aanvast update. Huppakee, weg virusscanner. Jij mag wel beveiligen, maar even nu niet op dit moment. Ik ben bezig aan een spelletje. Zo, wat erg hè. Hier plaatsen wij dus wat. Ik hoor een eend. Ik hoor duidelijk een eend die overkomt vliegen. Heeft hij je toestemming om gevraagd? Ik ben hier druk bezig en ik wil niet gestoord worden door welk dier dan ook. We pakken wat roosjes. Je hebt een prijs gevonden voor meest betrouwbaar. Dat komt natuurlijk door die prachtige draaimolen. Die is natuurlijk zo betrouwbaar als wat. Natuurlijk. En warme chocolademelk is kapot gegaan. Helaas, de warme choco gaat ook een keer kapot. Kan zijn dat er gewoon eens een keer aan machines kunnen kapot gaan. Dus dat geeft dan ook niet, hoop ik. Bezoekers hebben dorst. Hebben ze weer dorst? Wat een zeikert. Ik dacht dat... Dus waarschijnlijk lopen er alleen maar vrouwen in mijn park. Dat moet nu wel, want anders zouden we niet zoveel gaan zeiken om bepaalde kraampjes. Nou, laten we even wat dingen weghalen weer. Om deze kraam neer te zetten. En ik denk dat dit een mooie plek is om die kraam neer te zetten als het mij gaat lukken. Want hier staat wat in de weg waardoor ik het kraampje niet mag plaatsen. En nu weer wel. Dus even kijken als ik even wat struikjes weghaal. En die ook in het midden, want het staat onrealistisch. En ik plaats deze. Dan zou dat er leuk moeten uitzien. Ik open hem ook gelijk. Hoe beter, hoe sneller, hoe beter. Ik heb ook maar 2 frisdrankkraampjes. Misschien hebben ze wel gelijk. Ik zeg niet dat ze ongelijk hebben. Maar ja, je weet het nooit, hè. Nou, en om niet te vergeten. Ik onthoud natuurlijk dat we de draaimolen moeten afwerken. Oh, wacht even. Eerst ging er een melding komen dat chocolademelk kapot was. En toen kwam de melding dat mensen niet kunnen drinken. Dus ik denk dat het daaraan lag. Daar ga ik nu vanuit, hè. Nou, gaan er al mensen in die draaimolen? Ja, mensen gaan al in die flatride. Nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. Tof dat ze erin gaan. Ik ben heel erg blij omdat ze in ieder geval wel kijken naar de moeite die ik plaats. Nou, misschien nog even wat struikjes plaatsen hier. Wat roze struiken. En misschien kunnen we nog even zoeken naar een bloemetje. Want een bloemetje staat ook altijd wel mooi, denk ik, als we dat plaatsen. Ik denk dat deze gardening set, die heeft ook een aantal hele mooie bomen die we kunnen neerzetten hier in dit gebied. Ik kan er daar nog eentje neerzetten. En misschien kunnen we er hier nog even in het midden eentje neerzetten. En misschien daar nog eentje, zodat dat ook is opgevuld met bomen. En ik vind dat heel leuk te uitzien nu. Ik vind het goed. Ik denk dat ik nog één ding moet doen. En dat is afwerken van een hekje. En dat hekje moeten we misschien door laten gaan met dit.
Maar dat oogt weer heel raar. Dus ik denk dat ik dat hetzelfde moet doen met... Wat heb ik hier gebruikt eigenlijk? Wat zijn dat voor hekkies? Is dat... Moment, ik ga het zoeken. Ik denk dat dat namelijk van Shy Guy is. Maar dat weet ik niet zeker. En misschien staat hij hierbij. En anders moet ik iets anders gaan proberen. Nee, hij staat er niet bij. Dat vind ik heel jammer dit. Want wat was dat hekje wat ik daar heb neergezet? Dat was toch een bepaald hekje van het Wilde West of zoiets. Gok ik hoor. Ik krijg nu heel veel meldingen. Dat is waarom ik het spel pauzeer, mensen. Gewoon heerlijk rustig. Kan je even relax bouwen zonder die gezeik aan je hoofd. Nou, ik gooi er even deze piratenhekjes. Het is niet hetzelfde. Maar in ieder geval, het lijkt er een soort van op. En dat doe ik ook hier bij dit kraampje. Dat zo, huppakee. Dan heeft dat ook een hekje. Dan is dat allemaal afgewerkt. Dan hebben we in ieder geval wat vernieuwd aan dit stuk. Misschien moet ik nog wat bankjes plaatsen. Want daar zitten mensen ook vaak om te zeuren. Ik wil gaan zitten, want ik heb een drankje. Ja, tegenwoordig kan je ook gewoon, zeg maar, een blikje kopen. En dat in je handen houden. En dan gewoon lopen tussendoor. Dat kan gewoon. Ja, ik wist echt niet dat het kon. Maar het is gewoon mogelijk. Nou, als we hier nog wat stoeltjes neerzetten. Of bankjes in ieder geval. Dan kunnen de mensen lekker zitten. Terwijl ze lekker genieten van een lekkere, dikke cola. En, dan gaan we door met de volgende flat ride. Ik wist dat echt niet dat dit er nog stond. Dus dat is wel tof dat ik dat nu kan gebruiken. En nou ja, flat rides. We gaan plekjes zoeken voor flat rides. Want die zijn belangrijk. Voordat ik dat doe, ga ik eerst het spel opslaan. Mocht het ineens dat het vastloopt of zo, dan heb ik in ieder geval wel een soort van backup. Zo, dat is opgeslagen. We gaan door naar de volgende flat ride. En de volgende flat ride is, even kijken, ja, we hebben genoeg keuze, want er zijn een hele hoop attracties. Een flying carousel hebben we zelfs, maar we hebben natuurlijk al een carousel, dus ik wil nou voor iets anders gaan. En we kunnen natuurlijk ook wat ruigere attracties pakken, dat is natuurlijk ook leuk. En wat dachten jullie inderdaad van zo'n piratenschip? Ik mis dat inderdaad een piratenschip in het park. En dan moeten we natuurlijk gaan kijken voor een heel leuke plek. Maar wie weet, als we dit nou ongeveer, even kijken, als ik dat nou hier neerzet bij het water, dan hebben we in ieder geval hier een leuke opvulling. Ik denk dat ik hem gewoon hier neerknal hoor. Ja, ik denk het wel. Even kijken hoor, dan moeten we gaan kijken. Dit stroomt aan bij die. Ik weet niet of ik hem hoger moest zetten of lager. Dan moet ik even kijken hoe dat eruit ziet. Ik denk dat dit de goede hoogte is, dit. Maar ik denk dat ik hem wel ergens moet zetten waar het duidelijk is. Het zou kunnen hoor, maar dan heb ik geen wachtrij. Oh, dit is lastig. Ik wil het eens proberen of het lukt, ja? Hij heeft geen wachtrij. Nou, het hoeft niet, je hoeft niet per se een wachtrij te hebben hoor. Kijk, want dan doen we dat gewoon op deze manier. Let op. En dan is dat gewoon realistischer op zich. Je kan gewoon gelijk instappen. Ik vind dit gewoon makkelijk, weet je. Ja, laten we gewoon dit doen. Laten we niet te moeilijk erover denken. Ik pak het prullenbakje om die hekjes weg te halen. Zo op deze manier. En de mensen gaan ook kijken van, wow, wat is dat dan? Ja, dat is een nieuwe attractie, maar jullie moeten wachten, ja. Nou, dit ziet er wel fantastisch uit, dit piratenschip. Ik moet hem wel leuker thematiseren, dus al dat hout gaan we allemaal mooi maken, denk ik. We kunnen hem ook op dit spul laten drijven, op die rotsen. Dat is misschien nog beter, denk ik. Ik weet niet hoe dat er aan gaat uitzien uiteindelijk. Maar ik denk dat dat mooier gaat staan. Nou, ik ga hem opengooien, het piratenschip. Misschien noemen we hem iets van... even kijken hoor. Peter Pan. Peter Pan. De Peter Pan gewoon. Volgens mij hebben we nog niet een attractie die zo heet. En als er eentje is die zo heet. Ja, dan zijn er twee attracties die zo heet. Ja, kan er niks aan doen. Nou, we gaan het een beetje bruin maken. Want normaal heeft hij een beetje zwarte kleuren. Dus alles een beetje bruin. Dat wordt misschien eentonig, maar het ziet er wel vet uit. Misschien kan ik die laatste bruin... Of deze bruin grijs maken. Nee, dan was het deze bruin. Nee, dan was het die laatste bruin. Of grijs bedoel ik. Dat zijn die palen. En de rest maken we donkerbruin. En lichtbruin. Zo. Ja, tof. Oké, ik ga hem openen. Dan hebben we in ieder geval... ik kan nog muziek doen. Pirate's Dread. Maar dat hoort helemaal niet bij het thema. Want het is eigenlijk Chinees thema. Laten we dan gewoon geen muziek doen, denk ik. Dat is misschien de beste. Zo. Want dan gaan mensen ook weer klagen. Van, ja, deze muziek hoort niet bij dat gebied, weet je wel. Dat is zo, mensen klagen heel erg. Nou, ik wil dat pad natuurlijk... even kijken, dat is natuurlijk dat lelijke bruin. Dus daar gaan we eerst de petkoffers weer voor pakken. Het is eigenlijk heel simpel, maar het is zo gebeurd. Nou, laten we even kijken hoor. Als we hier de petkoffer pakken. Even kijken of dat gaat lukken. Nee, dat gaat dus niet lukken, omdat het dus met hoogteverschillen heb ik gebouwd. Dus ik moet ze denk ik naar boven tillen. En dat gaat haast niet lukken. Ik probeer het, maar ik denk dat dit heel lastig gaat... lukken, omdat die petkoffers niet willen meewerken. Wacht even.
Nee, ze willen niet meewerken. Want ik denk dat ze ook op de grond blijven. Ik kan proberen, zie je? Het lukt niet. Ik weet nog iets anders. Ik weet nog iets anders wat mij gaat helpen om dit te verbeteren. Moment. En dat moet ik echt gaan doen. Het is misschien even wennen. En misschien een beetje raar dat ik het doe. Maar het is even niet anders. Ik ga even wat spullen omhoog gooien. Even kijken hoor. Dat moet niet alles omhoog gooien, want dan gaat het niet mooi door uitzien. Oh, die komt ook naar boven. God, ik... Wat een gezeik. Wat een gezeik om dingen om... Ach, rollercoaster, fix dat in je volgende game. Alsjeblieft, het zou mij heel erg helpen als je dat zou willen doen. In ieder geval, ja, bedankt voor de moeite alvast als je het zou willen doen. God, ik word er zo moe van, hè. Nou, prima. Nou, deze rots is een beetje lelijk geworden, maar die slopen we gewoon weg. Huppakee, gezeik allemaal. En nu ga ik het netjes vlakken. Dus ik ga dit even, die zijkant ga ik hier met een tweetal selecteren. Of een drietal, ik doe even een tweetal, dat is makkelijker. En let niet op het water, dat is inderdaad nu aan het zakken. Maar dat komt omdat ik aan het knoeien ben met hoogteverschillen. En zoals je ziet, heeft hij dus iets niet meegepakt. En dat is, zeg maar, onder de attractie het ophogen van het land. Waardoor nu wel een probleem wordt. Want ik had dat liefst gewild, omdat ik dan de attractie mooi kan neerzetten. En hij wil het niet omhoog helpen. Dus wat we nu gaan doen, is de attractie alsnog weghalen. Sorry mensen die erin gingen. En ik ga nu kijken of ik hem nu omhoog kan halen. Dat zou alleen maar goed zijn. Ja, nu kan het ineens wel. Ach, jongens. Wat een gezeik allemaal met dat rollercoaster, zeg. Ongelooflijk. Nou, ik weet wel precies de afmeting als het goed is. Dus, kijk, als ik het goed heb, is dit de afmeting van mijn piratenschip. Ik weet het niet zeker. Maar je ziet ook dat er nu dingen in de lucht komen. Dat is allemaal met die hoogteverschillen, joh. Moet je kijken, dit paaltje hangt, zweeft in de lucht. Kijk, dat paaltje ook, dus die halen we weg. Die moeten we allemaal opnieuw gaan zoeken en opnieuw gaan plaatsen. En dat geldt ook voor deze meneer. En dat geldt voor de rest is er voor mij niks in de lucht. Niet dat ik weet. Nou, dan gaan we kijken, past hier dat piratenschip op? We gaan hem nog een keer pakken. Even kijken waar die stond. Hij stond ergens verstopt onder de trailattracties aan beneden ergens. En het heette iets van schommelschip of piratenschip. Eens even zoeken. Waar stond die maloot? Het piratenschip. En dan gaan we kijken. Volgens mij heb ik genoeg ruimte als ik het zo ziet. Volgens mij had ik hem hier geplaatst. Ik weet het niet zeker. Of, ja, hier volgens mij. Hè. En dan zou ik hem zo moeten draaien. En dan zou ik dus die kunnen aansluiten. En die. En, oh, die uitgang heeft hij niet helemaal goed gedaan, zie ik nu. Waarom weet ik ook niet. Misschien had hij er geen zin in vandaag. Dus we gaan eens even kijken of we deze kunnen pakken. Waar ben je? Hier, en dan pakken wij de uitgang en die zetten we daar neer. Zo. Ik word wel geïrriteerd door dit stuk, nu, door die padcover. Want die staat nu precies, ja, verkeerd. Die staat niet helemaal lekker, dus ik ga kijken of ik het kan fixen. Doordat we eventjes dit omhoog gooien. Zo. En als het goed is, zou ik nu wel die padcover kunnen selecteren om hem te verwijderen. Het is een heel gedoe. Maar als het goed is, als ik hem nu pak, of even als ik het prullenbakje pak, wat heel langzaam duurt. Hij loopt elke keer vast, dat is zo vervelend met bouwen. En dat gaat er niet beter op worden als we steeds meer gaan bouwen in het park. En ik klik hem weg. Dan zou die in principe... Ga weg! Petcover! Hij wil niet weggaan. Ik vrees dat dit een hele vervelende petcover is geworden uiteindelijk. En we kunnen er niks aan doen. Maar het is nou eenmaal zo. Wat ik nu wel ga doen is even deze zijkant eventjes weghalen. Want dit klopt niet. Dus wat ik ga doen is even met twee verlagen naar hetzelfde niveau als we eerst hadden. Zo. Zo. En deze ook. En we hebben hem ook te breed gedaan, zie je. Dus dan gaan we dit ook eventjes verlagen als dit mogelijk is. Oké, ja, dit is mogelijk. En even kijken, met kleine stukjes is dit mogelijk. Zo. En nog een keer. Die twee nog. Huppakee. En dan gaan we dit afvlakken, zodat het een beetje mooi wordt hier. Voor het water en zo, hè. Allemaal voor het water. We doen het allemaal voor het water. Zo. Voor de natuur, hè, om het zo te zeggen. We doen het allemaal voor de natuur. Zo. En dan gaan we weer water plaatsen en dan kijken hoe hoog het komt. Want als het goed is, zou het wel hoog moeten komen. Ik denk, is dit serieus het hoogste? Nou ja, goed. Dan dat is nog steeds een gezeik met die hoogteverschil van het water. Jullie weten het wel, daar heb ik heel lang last van gehad. En ik krijg het niet meer opgelost, maar dat geeft niet. We doen het er maar gewoon mee. Nou, het schommelschip staat er in ieder geval. En zoals je kunt zien, kunnen we dus heel fijn thematiseren hier aan dit stuk.
waar die stomme petcover staat. En we kunnen hier aan de zijkant nog wat dingen bouwen. Dus we zouden dit op hout kunnen zetten, maar we zouden ook gewoon rotsen er tegenaan kunnen doen. Lekker rotsen. En ik denk dat we dat ook gaan doen. Lekker rotsen. Ik ga eens kijken waar die rotsen staan, want die staan ook ergens. God, ik zet er wel weer een minnetje, want ik haat die vervelende meldingen in beeld. Continu meldingen. Welke was het ook weer? Stond die hierbij? Dan moet ik even gaan kijken hoe die heet, want het heeft een speciale naam en het staat volgens mij onder de bankjes, dacht ik. Maar ik weet het niet zeker. Als die er niet bestaat, dan moet ik hem ergens anders zoeken, ben ik bang. Dus gaan we eens even kijken, staat die erbij, die mooie rots? Hij staat er niet bij. Dan zou die hieronder vallen, dat zou ook nog kunnen. Dat zijn die rotsen die we heel vaak gebruiken, waar die links in mijn beeld staan. En volgens mij is dit de goede set. Dus de foliage set, zo heet die set dan om die rotsen te kunnen maken. Nou, zoals je ziet heb ik hem gevonden. En kunnen we dus een aantal van die dingen neerzetten in de map. Om het zo een beetje mooier te maken. Ook met de omgeving. En we moeten er even voor zorgen dat in ieder geval de zijkant wordt bedekt. Met de rots. Zodat we dus zien dat het er mooier afgewerkt is. In plaats van die enorme zijkant. Nou, zoals je ziet kan ik dat dus een beetje zo doen. Ik zou de rots dus ook een heel klein beetje in het zijkantje kunnen verlagen. Even kijken hoe dit eruit ziet. Dit is iets te ver. En als ik hem zo doe, dan zou het er wel gaaf uitzien, denk ik. Als die rotsen zo uit... Ja, kijk, dit past mooi bij de boot. En misschien kunnen we hem hier dadelijk ook wat hoger maken. Zodat het er ook wat netter uit gaat zien. En we zouden ook dit kunnen doen door die rots gewoon een beetje in de attractie te mengen. Te matchen misschien. Dus een beetje op deze manier. En dan moeten we alleen de zijkant nog even bedekken met zoiets als dit. En... misschien moet er nog een klein rotje komen. De builder 02C. En als we die hier neerzetten, dan zou dat op een gegeven moment mooi eruit kunnen zien. Dan pak ik even nog een grote builder. En die zet ik dan helemaal onderaan. Zodat die wel de bodem raakt. Waardoor het wel realistisch uitziet. En niet dat de stenen zweven. Want dat gevoel moeten we niet krijgen. En moeten we ook niet willen zien natuurlijk. Dus we moeten het wel een beetje mooi afwerken. Zo. Zoals je ziet zit ik nou ook onder water te bouwen. Dus een beetje voor de detaillering. Zo. En ik doe er nog een paar plaatsen zo. En ik denk dat dit er wel heel erg gaaf uitziet. Misschien kan ik die stenen hier nog proberen te matchen een beetje. Even kijken of dat me lukt. Want het is heel lastig omdat het een vrij grote steen is. En dit gebied is nog net niet groot genoeg om daar een mooie steen neer te zetten. En dan moeten we proberen of die hier misschien daartussen lukt. En het is, misschien moet ik een kleinere steen pakken hoor. Nee, ik denk dat dit wel heel erg aardig in de buurt komt. Hier is nog een klein gat wat we moeten opvullen. Dat doe ik met de builder 2 denk ik. Gok ik nu gewoon. En dan gaan we proberen om hem daartussen te wringen. Ik moet even goed kijken waar die opening zit. Die zit hier. Dus als het goed is als ik hem zo plak. En ik plak er hier nog eentje naast. Even proberen of dat gaat lukken. Het is precies een rotlocatie. Zo. Dan zou het er redelijk moeten uitzien. Even kijken als we even de beeld gaan draaien, dan ziet het er echt wel heel gaaf uit, denk ik. Even kijken. Ja, dit oogt wel. Ik kan het heel lastig zien, omdat er heel veel dingen voor staan, maar als ik het zo zie, dan denk ik dat het wel een attractie is waar ik graag in zou willen. Ook al ontbreekt er nog wel een klein beetje dingetjes. Maar het ziet er wel redelijk uit. Ik moet er nog plantjes en details op gaan doen, maar dat doen we later. Ik ga nu nog even de petcovers doen, want als het goed is, moeten die nu werken, omdat we dat land hebben opgehoogd. Echt waar, Vince? Echt waar. Dus ik ga nu de petcovers zoeken. En dan beloof ik jullie volgende aflevering weer verder te gaan met de flat rides. En zoals je ziet inderdaad had ik dus gelijk. En kunnen we dus die petcovers opvullen. Omdat we het pad hebben verhoogd. Dus dat is het enige nadeel dat je de petcovers niet kan gebruiken. Als je inderdaad een verlaging eronder hebt. Dus als je een haventje maakt of zo, kan je beter de Shy Guy set gebruiken. En dit ziet er ook fantastisch uit natuurlijk. Dus zeker weten is dit... ook de moeite waard om eventjes... We kunnen dit ook gewoon vullen, zo. Dan ben ik ook gelijk klaar. En dan maak ik daar de wachtrij anders. En dan komt het helemaal goed. Zo. Het piratenschip. Maar ik zou die noemen de Peter Pan. Dus die wijs ik nog even. Peter Pan. Nou, dit was echt weer een leuke aflevering, vond ik zelf. Omdat het niet was ingestudeerd van wat moet ik nou gaan maken. Het is meestal van, zullen we dit doen?
is goed, want het staat nog niet in het park. Het ziet er leuk uit. En vandaar dat we ook eigenlijk Disney Unique bouwen, omdat het eigenlijk een eigen verzinsel is en een uniek park. Daardoor wordt het een uniek park. De volgende fluitrijd weet ik nog dus niet waar ik hem ga neerzetten. Maar jullie gaan dat zien volgende week in de nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Vergeet vooral geen like achter te laten en te abonneren in het midden van het scherm. Maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan. Daarom krijg je deze video in jouw inbox. En tot de volgende keer. Doei doeg!